je kunt natuurlijk op korte termijn de bocht afsnijden en de weg van de minste weerstand kiezen. Hè? En in een specifiek project of een specifieke situatie kan dat heel slim lijken, omdat je wat sneller klaar bent of kosten bespaart. Maar goed, als iedereen dat voortdurend doet, ja, dan komen we steeds meer in een onoverzichtelijke, letterlijk een onoverzichtelijke toestand terecht, waarbij ondergrondse infrastructuren elkaar in de weg liggen, waarbij ruimte niet optimaal wordt benut, terwijl er wel nog nieuwe infrastructuren bij moeten. Ja, dat is allemaal niet wat wij willen. Dus laten we samen de schouders eronder zetten. Laten we in de komende tijd die rollen goed uitkristalliseren, definiëren, benoemen en beleggen. En nou ja, langs die lijnen dus stappen vooruit maken. Dat was veel meer ad hoc. Hè? Dat was gewoon een goed idee wat deels ook vanuit de praktijk opborrelde en wat je dan probeert op te schalen. Mm-hmm. Maar er was op dat moment weinig kader en weinig bredere samenwerking en structuur waarin je dat kon inbedden en tot een volgend niveau kon brengen. Ja, we hopen natuurlijk dat we die randvoorwaarden hiermee wel goed invullen. En dat bijvoorbeeld dit idee, maar ook andere goede ideeën die wij natuurlijk gaandeweg zeker zullen opdoen, dat die dan wel hun weg kunnen vinden naar echt implementatie en opschaling. Dat is natuurlijk een goede vraag. Dat hangt van een aantal dingen af. Maar goed, dat is een antwoord wat je altijd kan geven. Het hangt van een aantal dingen af. Ja, ik denk dat je aan een aantal kwartalen moet denken. Ik vind het lastig om daar nu echt hele concrete voorspellingen over te doen. Het hangt denk ik heel erg vanaf. Zijn het echt dingen die eigenlijk voor iedereen alleen maar voordelen bieden? Of zijn er ook wel partijen die hier toch voor de greater good toch ook wel wat zullen moeten inschikken en wat veren zullen moeten laten. Hè? Dan wordt de discussie wel ingewikkelder. Maar goed, ik denk wel dat als wij in de loop van 2021 niet de eerste concrete resultaten kunnen laten zien, dat we toch wel kansen gemist hebben. Ja, ja. Nou, ik heb wel eens op een vergadering meegemaakt in dit soort samenwerking dat de partij een gloedvol betoog begon dat iets bepaalds toch echt in collectief belang was, terwijl de duim er dik bovenop lag. Dat het gewoon toch vooral in zijn eigen belang was. Ja, dan vind ik het volwassen als die daar wel op aanspreekbaar is. Dus als iemand zegt van, kijk, ik snap dat jij dit zegt. Ik zie ook waarom je dat zegt. Ik ben het er alleen gewoon niet mee eens dat jij dit als een algemeen belang neerzet. Het is gewoon een deelbelang dat voor jou zwaar weegt. Terecht dat je daar een punt van maakt. Moeten we ook over praten en over nadenken. Maar dan moeten we wel eerlijk tegen elkaar zijn en zeggen, dit is een belang van een bepaalde sector of een bepaalde groep en niet een belang van het collectief. Dat ligt ergens anders. Ja. Ja, en om dat gewoon ook open en transparant te maken, vind ik ook bij volwassen samenwerking horen. En in mijn beleving kan dat wel eens spannend en pijnlijk worden. Maar uiteindelijk geldt daar wat jij net zelf zei, zonder wrijving geen glans.